Als we het over leiderschap heb je vele soorten van leiderschap. Old school, oude stijl, vertellen wat er moet gebeuren en controleren hoe het is. Noem het hiërarchisch, harde hiërarchie. Nieuwe stijl is verbinden, ruimte geven, passie delen en helpen mensen zelf te laten beslissen. Noem het democratisch, zelfsturendheid. Er zijn heel veel gradaties daartussen. Wat is nou de unieke methode? Peter zegt, wat is jouw stijl? En hoe flexibel ben je aan je stijl afhankelijk van welke context wat nodig heeft? En als jij jouw stijl aanpast, begrijpen de medewerkers dat dan? En kunnen zij net zo stijl flexibel zijn of hebben ze daar net die introductie van jou voor nodig? Wat is jouw stijl en hoe goed past die bij jouw medewerkers? Heel veel vragen, niet altijd één antwoord. Wil je meer hierover? Kijk op de website talentmotivatie.nl/vraag en zie meer toepassingen. Dankjewel.